ga hier een kleine ronde van de Virginia Sweet Dark oogsten. Oké. En dat is heel makkelijk. Je pakt zo'n blad en die knik je zijwaarts, knik je nu weg. That's it. Je knikt hem zijwaarts van de stam af? Ja. Oké. Okay. Pak nou twee bladeren per plant. En iedere keer de laagste. En wat bepaalt of je dat oogst? Is dat de grootte of is dat... Vanaf het moment dat je begint te oogsten kun je iedere 10 dagen tot 2 weken kun je dit gewoon blijven herhalen. Oké. Okay. Want je hebt voor het omzetten van het bladgroen in het blad, ja, dat moet eruit. En als je deze nou gaat ophangen, dan zul je per dag zo wat zien dat ze geler worden. Maar voor dat omzetten, het curen, zoals het in het Engels heet, heb je temperatuur nodig. Ja. En die temperatuur die hebben we nou, want als het nou in één keer heel erg koel wordt, dan wordt het veel moeilijker om op de kleur te komen. Dus je hangt ze groen op, dan worden ze geler en geler, en dan mogen ze opdrogen. Oké. En je ziet aan deze bladeren ook dat die wat bobbelig en bol staan. Ja, het is een heerlijk geluid. Het knakken van elk blad. En... deze mag ook mee. Dus zo'n rondje doe je eigenlijk om de 10 dagen? Ja. En vervolgens... Dan kan het met deze temperaturen mooi curen. Omdat je nou mooie zomerse temperaturen hebt. En wat op een gegeven moment van het land af is, ja, dat kun je wel beschouwen als het jouwe, want komt er nou een hele flinke hagelbui, ja, dan ben je het kwijt. Als het helemaal kapot geslagen is van grote hagelstenen, ja, dan wens ik je veel succes, want dan kan je er eigenlijk helemaal niks meer mee. Nee. Je moet er nog wel wat voor doen, zeg. Ja, maar dit lukken is niet erg. Nee, het omspitten zal minder zijn, denk ik. Ja. Hé, helemaal duidelijk, jongen. Mooi. Ja, dank je.